En dan speciaal met de muziek van IOS. Maar eerst gaan we de live bestuderen. Want achter elk echtpoor wat je op straat lopen zou... En er zit wel een rol achter, hou ze mekaar ontmoet hebben. En dat kan bij elk stel kan dat anders wezen. Vandoor gebelden we met Bert Zwart uit Tolbert op 7-8-19. Dus 7 augustus 2019 trouwde hij met zijn Anne. En ondanks hun visuele beperking was het live op het eerste gezicht. Ik ben benieuwd wat van verrol doorachter zit. Bert, goedemorgen. Goedemorgen, Gertje. 7-8-19, dat is een datum die bewust gekozen is, denk ik, hè? Nou, niet echt bewust. We wilden gewoon wat bijzonders. Dus en iedereen had het over, zeker in het begin van 2000... allemaal mooi oplopende cijfertjes. Nou ja, dan vonden we dit ook wel een optie. Dus dat, zo is het eigenlijk gegaan. Ja, wat heb je iets met cijfers dat je denkt van... nou, als ik het zo en zo doe, dan breekt het misschien... Ja, wat heb je dan met cijfers? Nou ja, ik weet nog alle data van... bijzondere data wel, die ik nog wel ken. Ja, en ik vind het altijd leuk om ook uit te rekenen... hoeveel dagen dat en hoeveel dagen zus. Dus het is niet zo dat ik er de hele dag mee bezig ben... Dat dan weer niet, maar als het een keer voorkomt, dan doe ik het. Maar het is niet dat je dit nu hebt uitgekozen om te voorkomen dat je je trouwdag vergeet? Ja, dat gebeurt bij mij nooit. absoluut niet. Nee. Heel goed. Nee. Bert, je hebt Anne ontmoet. Jullie zijn getrouwd, maar wat heel bijzonder is... jullie hebben elkaars naam ook aangenomen na het trouwen. Ja, klopt. Ja. Want hoe heet je dan nu? Ik ben nu Bert Zwart. Ja. En voor trouwen was ik Bert Vos. Oké, en zij heet dan nu Zwart? Nee, Vos. Vos. Ik raak helemaal in de war. Dat zijn er meer hoor, dat is niet de eerste. Maar zij is dus Anne Vos. Dus Anne Vos Zwart in totaal. En ik ben dus Bert Zwart Vos. Oké, ja. En waarom hebben jullie dat gedaan? Wij vonden het zo mooi dat we elkaar hadden getroffen. Dat we daarom ontmoet en dat het zo klikte dat wij zo trots op elkaar zijn dat wij elkaar familienaam hebben overgenomen. Zo moet het een beetje. Als een extra verbinding misschien met elkaar. Ja, nou ook. Ja. Want we hebben ook een tatoeage op de linker bovenarm. Mm-hmm. Een specht. Een gestileerde specht. En die geeft ook de verbinding aan tussen onze liefde, zeg maar. Okay. Dus alles is in het teken van, zo moet je het een beetje zien. Ja, dus jullie delen de achternamen, een tatoeage. Waarom heb je dan specifiek voor een specht gekozen? Of heeft dat ook nog een bepaalde betekenis? Ja, want ik weet niet meer precies wat zat, maar in de Indianenwereld is dat ook een verbindende en versterkende factor. Nou, hartstikke goed. Dus dat staat garant voor een... We hebben toen wel een beetje uitgezocht, maar wat het exact is, dat weet ik niet meer. Maar het heeft wel iets met de Indianen te maken, laat ik het zo zeggen. Ja, en jullie hebben hem samen en dat is ook alweer natuurlijk een verbindende factor. Ik zei het net al even, jullie hebben allebei een visuele beperking. Wat houdt dit precies in voor jullie? Nou, mijn vrouw is, Anne is dus blind. En ik ben bijna blind. Ik zie alleen nog wel contrast. En om een voorbeeld aan te nemen, mijn vrouw... Die heeft, toen we elkaar leren kennen, was al heel zeer slechtziend. En die heeft me eigenlijk nog nooit gezien. Ach. En dat is dan ook wel... maar het was wel, want bij het etentje, we hebben elkaar... ik gaf een bepaalde cursus en we zijn 2 keer bij me thuis geweest om die cursus te volgen. In de iPhone. En daarna had ik haar uit eten gevraagd. En toen had ik ook zoiets van liefde op het eerste gezicht, zou je zeggen. Mm-hmm. Ook al ben je stekenblind. Ja. Maar dat was bij ons dus wel het zo. Dus de sfeer en alles. Dus als ik het goed begrijp, Bert, kwam je eerst bij Anne thuis om haar te helpen... om overweg te kunnen met haar mobiele telefoon. En toen bleek er eigenlijk wel meer achter te zitten. Bleek jullie het wel heel gezellig te hebben. Ja, het was de eerste keer gewoon nog een zakelijke... We hebben wel kennis gemaakt, maar gewoon puur zakelijk. Ja. Keer werd het alleen maar weer wat... Maar het werd alleen maar mooier, laat ik het zeggen. Ja. Dat blijkt, want jullie zijn al een hele tijd samen. Vanaf 2017 lees ik. Maar normaal gesproken... En officieel, 2018...
is onze relatie begonnen. Dus, okay. Nou, maar goed, dat is ook alweer een hele poos. Maar wat ik dan, waar ik dan benieuwd naar ben, Bert, als je iemand tegenkomt, ja, het eerste wat je van iemand meekrijgt, dat is het uiterlijk. Hè. Je kan wel zeggen, ik let niet op het uiterlijk, maar het is wel het eerste wat je ziet en waar je eventueel voor valt. Hoe zit het dan als je slechtziend bent of een visuele beperking hebt, of in het geval van jouw vrouw Anne, die jou eigenlijk nog nooit echt goed heeft gezien? Hoe is dat dan? Waar let je dan op? Ja, de warmte die iemand afgeeft, de tonatie van de stem. Want je hoort dat als iemand iets tegen je zegt, ja, dat heeft hij erin, denk ik ook wel. Ook al zie je wel, dan merk je of het, qua hoe je het uitspreekt, of het gemeend is of niet. En ja, en dat is, gewoon de hele sfeer eromheen. En vooral de tonatie van de stem en de... Ja, en wat er wordt gezegd natuurlijk. En hoe je met elkaar omgaat ook. Want ja, ik ben dan een beetje haar begeleider. Ja. Ja, want zij ziet helemaal niks. En ik kan nog een beetje zien. Ja, en dan voel je wel dat ze bij mij veilig voelt, zeg maar. Ja. Ja, is het, Bert, denk je, een voordeel dat jullie beide een visuele beperking hebben? Nou, weet niet, want dat maakt volgens mij niet uit. De visuele beperking speelt bij ons eigenlijk helemaal geen rol. Nee, maar omdat je wel goed aan kunt voelen waar de ander mee leeft. Ja, ik denk het gevoel, oké, we zijn wel visueel beperkt, maar we hebben wel dezelfde sterkte qua liefde als dat we als ieder ander zou hebben, denk ik. En daar heeft het fysiek niet bij nodig. Mm-hmm. Ja. Zo zie ik dat. Ja. Ja. Nou, maar heel goed. Jullie spelen dus een extra belangrijke rol in elkaars leven. Vanaf 2018 begon de relatie eigenlijk. Hoe is het daarna verlopen? Ging het snel of hebben jullie het nog een beetje afgewacht? Ja, nogal. We waren aardige tempo erin. 10 februari 2018 hebben we onze relatie begonnen. En 17 maart van hetzelfde jaar had ik er al een huwelijk gevraagd. Dus dat is een maand en een week later. En op 10 mei dat jaar hebben we onze specht laten zetten, onze tatoeage. Nou ja, toen werd Anne ziek. Die kreeg keelkanker en daar is gelukkig van genezen. Maar dat heeft onze relatie, die was al heel sterk. Maar ja, want ik was zeg maar dan de mantelzorger thuis. Ze was dan bij mij hier. Thuis in Tolbert. En dan merk je pas hoe krachtig onze relatie is. Ja. Dan komt het er echt op aan. En dat ging natuurlijk hartstikke goed. En ze is weer gezond. Dus gelukkig. Ja, daar gaat het om. Ja, We hebben een mooi, zwaar en een heel bijzonder... Nou ja, echt wel een heel bijzonder 2018 gehad. Ja, dat blijkt maar weer. En dat hebben we tot dusver elk jaar. Dus dat... Ja. We zijn nog nooit zo gelukkig geweest, laat ik het zo zeggen. Nou, gelukkig. En fijn ook dat Anne weer hersteld is. Maar het lijkt me wel een hele beproeving zo in een prille relatie, dat iemand dan te maken krijgt met een ernstige levensbedreigende ziekte. Daar moet je ook mee om kunnen gaan dan. Ja, maar er zit zo'n adrenaline in je kracht dan. Hè? Dus ik bedoel, er zit... Ja, denk niet bijna. Je doet het gewoon. Want je gaat ervoor. Je wil haar behouden. Ja, dat klinkt heel, heel dramatisch. Maar je wil gewoon... je gaat er voor alles voor opzij zetten. Ja. En dat is puur instinct, denk ik. Laat ik het maar zo noemen. Ja. Ja, en ook dat heeft jullie je band weer versterkt. En misschien is dat ook wel weer een teken geweest van dat het echt wel goed zit. Ja. Bert, we draaien altijd voor de verliefde of getrouwde stelletjes die we in de uitzending hebben een mooie plaat. Naar keuze natuurlijk. Jullie hebben gekozen voor Boudewijn de Groot met Avond. Heel mooi nummer. Ik denk dat niemand het daarmee oneens zal zijn. Maar waarom heb je specifiek dit nummer gekozen? Nou, heel bijzonder zelfs. Want op 7 augustus, toen wij gingen trouwen... en het ja-woord was gezegd, dan heb ik dat nummer voor Anne gezongen. Oh, wat mooi. Helemaal uit mijn hoofd. Ja, maar dat is een lab tekst, hoor. En een goede vriend van ons, die speelde op akoestische gitaar. En en ik zong dat nummer in zijn compleet, dus helemaal uit. Ja. En ja, dat is dan ons nummer. En het mooie was ook nog dat de laatste keer dat de Vreemde Kostgangers in de Oosterpoort waren... Toen was Boudewijn de Groot ook voor het laatst aan het optreden. En toen zong hij dat nummer ook nog als allerlaatste. Nou, dat,
kippenvel van hier beginnen. Dus daarom hebben we ook voor dit nummer gekozen. Ja. Dus, ik geloof in jou en mij. Dat is ook jouw boodschap aan Annabert. Ja, zeker. We gaan hem speciaal voor jullie beiden draaien. Zet de radio lekker hard. En zing maar weer mee, want de tekst die ken je. Ja, ga ik doen. Helemaal goed. Ja, zeker. En de groeten aan Anne. Heel veel mooie, liefdevolle jaren nog. En een fijn weekend. Ja, nou, en heel bedankt. Hoi Bert. Hoi. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken. En te hopen dat je lichten doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker. Want binnen is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij. Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. En als je 's morgens opstaat ben ik bij je en misschien heb ik al tegenzet. Als de zon schijnt buiten, gaan we lopen door de duinen. En als het regent, gaan we terug in bed. Uren langzaam wakker worden, zweven door de tijd. Ik zie het licht door de gordijnen en ik weet, het verleden geeft geen zekerheid. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij. Straatlantaarn buiten geeft wat licht. En de dingen in de kamer worden vrienden die gaan slapen. De stoelen staan te wachten op het ontbijt. En morgen word ik wakker met de geur van brood en honing. De glans van het gouden zonlicht in jouw haar. En de dingen in de kamer, ik zeg ze wel te rusten. Vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel. Maar de dingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn. Zonder jou. En je kunt niet zeker weten, want alles gaat voorbij. Bert zong het speciaal voor zien Anne. Hij gelooft in jou en mij. We zitten midden in de stemweek van de Grunnige Doezen. Vermeugen is begonnen. Als je je liedje nog naar je kloor hebt, nou, denk er nog even over na.